Wil je nog trouwen met me of niet? Nou, als je zo kinderachtig loopt te doen als net, nee. Ja, ik vind het nu wel echt heel leuk. Het is namelijk mega gezond op het moment. En op dat moment gebeurde er echt dit. Gewoon letterlijk dit. Stond ik helemaal onder stroom. Het is een beetje aandacht. Hè? Ja. Morning, Vietnam! Ziek, hè? Zeker. Eén klap, klaar. Echt? Je hebt gewoon je pak? Mooi pak? Oh, ik ruik het al. Ja, ik ruik het ook al. Goedemorgen iedereen. Welkom bij de nieuwe weekvlog. Rijn pakte de camera maar. Ach, die lucht, man. Want wij zijn vanochtend zijn we weer naar Mark gegaan, het Olympisch Stadion. En Mark is eigenlijk onze begeleider wat sportvasten betreft. Dus we hebben net onze in-body meting gedaan. En we hebben nu net boodschappen gehaald, zoals je kan zien. En gaan we weer 10 dagen lang sportvasten. Dat is 10 dagen lang keep the switch van fitter cheese sportvasten. We hebben dit vorig jaar ook gedaan. Nu is het langzaam afbouwen. Dan heb je 3 dagen dat je echt vast. Dus dat je alleen maar sappen drinkt. En dan bouw je het weer op. En na 10 dagen ben jij gewoon super fit. Ben je het overtollige vet wat je eventueel bij je buik hebt, ben je dan kwijt. En in combinatie met elke dag cardio ben je echt een nieuw persoon na 10 dagen. En daar gaan we voor, want we gaan trouwen over 3 weken. Dus het ding is, Ryan, je neemt een multi-manpil nu bij de lunch. En elke dag nemen we de Omega Health en nemen we de Kalmage Zink. En met deze poedertjes maken wij, dat is dus de metabolic switch, maken wij een sapje. En hij loopt nu alweer te zuchten en te puffen en te kreunen. En dat deed hij vorig jaar ook. En echt met moeite. En het is allemaal zo zwaar. Mijn leven is zo heftig. Maar na 10 dagen voelde hij zich herboren en fitter dan ooit. Dus, come on. Play the game, bitch. Wil niet. Play the game. Ik wil gewoon eten. Je gaat ook eten. We eten ook gewoon. Kijk. Kijk wat we eten. We eten nu een salade. Geen eten. Jawel. Oké. Nou. En je mag maar 100 gram dit. En je mag maar nootjes zus. Wees eens positief. Ik ben ook positief, maar ik mag toch wel zeggen dat ik, niet wil, dat ik het niet leuk vind. Ik wil wel positief, maar ik vind het niet leuk. Je hoeft het niet te doen. Als je het niet wil. Ben je nou vervelend? Je bent gewoon man. Maar niet zo kinderachtig. Nou, we gaan beginnen jongens, dus let op. We zien het vanzelf. I'm gonna get fit again. Ja, hou hem vast dan, een keer. Wil je nog trouwen met me of niet? Nou, als je zo kinderachtig loopt te doen als net, nee. We gaan niet meer trouwen, jongens. En zijn idee, vorig jaar komt hij, vorige week, Lau, ik wil weer sportvasten. Ik voelde me toen zo lekker daarna. Oké. En jongens, we gaan sportvasten. En nu hebben we het gehaald weer. En loopt hij weer te miepen als een kind. Je bent een klein kind, ben je. Ik vind je heel sexy, je zegt. Ik vind jou ook sexy als zo. Nou, ik vind jou niet sexy als zo. Ik vind je echt heel sexy. Zeg, Lau, ik wil een sportvasten. Kom, we gaan ervoor. Ik vind je heel sexy. Dat was vorige week. Ja, maar nu? Ja, maar nee. Hoeveel water moest je er ook weer bij doen? Stond er ook bij. Stond erop toch? Kijk eens op de achterkant van dat ding. Oké, jongens, wij gaan even sportvasten. Nou, dit is ons protocol. Afbouw dag 1. En dan zie je dus precies wat we mogen ontbijten, wat we mogen lunchen. En qua diner. Gewokte groenten met rijst gaan we eten. En hierna heb je een handjevol pistachenootjes. En dan neem je dus je tablet, Kalmage Zink, je Omega. En je neemt je sapje, de Metabolic Switch. Dus straks gaan we ook nog een half uurtje sporten. Ze mogen dus. En dit is afbouwdag 1. Dus we hebben hier groenten die we gaan opbakken: spitskool, paprika. Ik ben hier bezig met de currysaus. Maken het nu nog, nu het mag, een beetje lekker. Echt Griekse olijfolie. Wat voor olie? Oh, deze komt uit Griekenland. Van Dimitri. Ach, lekker man. Ja? Ach, lekker man. Dat is wat wij nu gaan doen. Overdag heb ik eigenlijk de hele dag niks gevlogd. Maar ik ben eigenlijk voor 2 afspraken de deur uit geweest. En toen kwam ik thuis. Toen heb ik de trui uitgetrokken. Even een shirtje aan, want het was bloedheet achter. En toen ben ik gaan werken thuis. Dus... dan weet je in ieder geval even wat ik heb gedaan. Nu is het een kwestie van nog lekker genieten van het eten. Want vandaag mogen we gewoon lekker en best veel eten. Morgen iets minder. Je dacht daarna. Best veel eten. Ja, wat je zegt, we hebben toch best wel veel rijst. Dus
bonnetjes, rijst en groenten. Schattig, Lo? Jij hebt er helemaal niks mee. Het boeit je niet. Het is wel schattig. Ja. Ik kan het echt niet aankijken zonder van binnen helemaal kapot gaat smelten. Ja. Ja, hoor niet. Oh mijn god, echt. Het is schattig. Ze denkt echt, laat me met rust. Ik lig te slapen. Hoe liggen die voorpoten nou? Links over rechts, rechts over. Zo gevouwen. Oh. Wij hebben net een uur gebeld met onze wedding planner. Alles is in volle gang. Super spannend. Hey, ik ben even in mijn kamertje gaan zitten. Mijn beautykamertje. En binnenkort, na de bruiloft, ga ik een hele room tour geven. Dan ga ik ook echt alle lades openmaken. En aan jullie laten zien hoe ik eigenlijk mijn make-up stash heb geordend. Mijn beauty stash heb geordend. En ook mijn schoenen en mijn tassen. Dus die krijgen jullie sowieso nog van mij te goed. Maar dat zal zeker pas wel eind september zijn. Want ja... Nu is het eerst eventjes bruiloft. En ik heb oprechte stress. Maar goed, ik heb dus ook wel wat dat betreft stress om de dingetjes die ik allemaal moet gaan regelen. Maar ik heb ook wel stress omdat ik denk, oké, je trouwt maar één keer. Als het goed is natuurlijk. En je wil natuurlijk op je allerknapst je bruiloft ingaan. Nou, qua haar komt dat helemaal goed. Want ik heb natuurlijk Fretje die hele mooie koepjes bij me gaat maken. Make-up komt ook helemaal goed. Fret gaat mij gewoon opmaken. Zoals nu op dagen als vandaag dat ik eigenlijk geen make-up draag, heb ik mijn haar eigenlijk altijd in een rommelig knotje. Ik heb mijn haar dan niet graag los. Maar ik zat eigenlijk nu net ook een beetje te spelen van, hey, het is natuurlijk nu net geknipt. Dus nu op zich is het ook wel echt heel leuk om het zo los te dragen. Op deze lengte. Ja, ik vind het nu wel echt heel leuk. Het is namelijk mega gezond op het moment. Dus ik zat eigenlijk hier een beetje in mijn kamertje met mijn haar op te spelen. Maar is het natuurlijk ook wel van groot belang als vrouw. Maar ook zeker wel als man natuurlijk. Want iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar wij vrouwen, als we gaan trouwen, doe je toch altijd meer je best. Je gaat toch ineens een beetje afvallen. Je gaat toch ineens meer naar de sportschool. Je gaat toch de benodigde gezichtsbehandelingen doen. Je gaat toch, weet je, naar de kapper. Je haar verven, zonnebanken, je nageltjes doen. I don't know what. Maar wij vrouwen willen natuurlijk op ons allerknapst de wedding ingaan. Nou, logisch. Dat wil ik ook. Maar qua haar, make-up, ja, dat zullen jullie natuurlijk allemaal wel zien. Maar daarvoor heb ik natuurlijk mijn lieve vriendje Fred. Maar ben ik wel ook bezig met andere beauty dingetjes. Zo ben ik natuurlijk ook bezig geweest met mijn benen laseren, mijn oksels en zo. Om gewoon echt helemaal haarvrij te zijn. En zo heb ik dus ook deze gedaan. Dit is de Foot Mask. De Fantastic Foot Mask van May Beauty. Ik denk dat heel veel jullie hem al wel kennen. Want ja, mijn trouwe kijkers weten dat ik zelf een ontzettende fan ben van May Beauty. Eigenlijk al haar producten, ja, daar sta ik volledig achter. Het werkt heel goed. Goede recensies ook. Maar vanuit mij kan ik gewoon uit alle eerlijkheid vertellen dat alle producten die ik heb gebruikt werken ontzettend goed. En ja, Foot Mask. De naam zegt het al. Ik ga naar Italië, daar gaan we ook trouwen. Het is ook wel belangrijk dat je gewoon mooie verzorgde voetjes hebt. En ja, echt naar een pedicure gaan, die tijd maak ik niet vrij voor mezelf. Daar ben ik gewoon heel erg eerlijk in. Maar wil ik natuurlijk wel ook mooie, schone, gladde voetjes als ik mijn prachtige trouwschoenen aan heb. En ga dansen en mijn jurk omhoog trekken natuurlijk, want ze zijn zichtbaar. En de dagen daarna zijn we ook gewoon nog met de familie en vrienden. En het is mooi weer, dus je loopt op slippertjes. En ja, wil ik natuurlijk ook dat mijn voetjes mooi zijn. Dit is dus Fantastic Foot Mask. En normaal heb ik altijd een korting voor jullie, een 30% korting. Dat heb ik nu niet. Ik heb iets veel leukers voor jullie. Ik heb namelijk, als je met mijn code dit masker aanschaft voor je voeten, krijg je er een gratis haarmasker bij ter waarde van 19 euro. Dus die krijg je standaard dan, als je deze hebt besteld, krijg je die ook standaard toegestuurd. Dus dat is sowieso leuk meegenomen. Met de code Laura-gift01 ontvang jij dus het gratis haarmasker. Dus die kun je dan intoetsen als je dit bestelt. Ik ga jullie eventjes iets meer vertellen over dit masker. Het is eigenlijk een soort van hoes, een soort van sok met allerlei heerlijke ingrediënten en producten erin verwerkt. Die eigenlijk rondom je voet geplaatst worden. Als je het voetmasker dan om je voeten hebt, dan plaats je daar overheen een grote witte sportsok. En dan kun je het zo'n 2 tot 3 uur lang in laten trekken. En wat het masker nou precies doet, het is dat hij jouw dode huidcellen en jouw eelt verwijdert van jouw voeten. En dit duurt zo'n 7 tot 10 werkdagen. Hij doet het met behulp van fruit en melkzuur. Dus eigenlijk doordat je hem 2 tot 3 uur gewoon goed om je voeten hebt, nadat je wel 10 minuten lang een voetenbadje hebt gehad. Dus dat is wel een tip die ik meegeef.
Doe eerst gewoon lekker 10 minuten lang je voeten in lauw water. Laat het gewoon lekker warm worden, een beetje week worden. Gewoon echt dat hij ook helemaal schoon is. En dan moet je het voetmasker aanbrengen. Dan gaat hij werken en na 10 dagen zul je uiteindelijk het ultieme resultaat zelf ondervinden. Ik ben er echt heel erg enthousiast over. Het is wel zo dat je het niet moet doen als je bijvoorbeeld over 4 dagen op vakantie gaat en je wil gewoon mooie open schoentjes dragen. Dan moet je het niet doen, want zo bij dag 4, 5, 6, 7, weet je, dan ga je gewoon ontzettend veel vervellen. En dat is dan, ja, dat ziet er niet heel erg charmant uit, laat ik het zo zeggen. Dus mijn tip is, doe het als je ook gewoon weet, oké, de aankomende 10 dagen ben ik gewoon thuis. Er is niemand die naar mijn voeten kijkt, alleen maar je partner bijvoorbeeld, dan is het natuurlijk geen probleem. Dus ja, ik ben hier heel erg fan van. Op de achterkant zie je ook eigenlijk alle informatie. Op de internetsite vind je ook alle informatie. Ik zet sowieso de link in de beschrijving. En met mijn code dus Laura-gift01 krijg je dat gratis haarmasker erbij. Dat is echt een mega fijn product. Je haar wordt er heel zacht van. Je puntjes die worden gewoon heel erg mooi glad. En je haar krijgt echt weer een boost. Ik ben zelf ook ontzettend fan van het haarmasker. Maar goed, ik ben echt fan van alle producten. No joke. En echt niet omdat ik nu deze samenwerking natuurlijk heb met Maybeauty. Ik ben al jarenlang vaste ambassadrice. Maar echt, I love Maybeauty. Maar goed, je voeten worden softer, smoother, healthier en cleaner. En ik ben het bewijs. En dat gaan jullie nu zien. Nu heb je een beetje in stapjes kunnen zien hoe ik het allemaal heb aangebracht. En met de dagen erbij, met het effect. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Ik zou zeggen, neem sowieso een kijkje op de website. De link staat in de beschrijving. Maak sowieso gebruik van mijn code. Dat is altijd leuk om iets gratis uit te mogen proberen. Wat wie weet ook wel weer een nieuw product zal zijn wat je wilt aanschaffen voor in de toekomst. Ja, hoop ik dat ik jullie weer heb kunnen helpen met deze tip. En ga ik hem natuurlijk nu niet meer doen voor de bruiloft, want die komt heel snel voorbij. Maar ik heb hem dus 2 weken geleden gedaan. En het resultaat is mooi. Mijn voeten zijn nog steeds glad. En ik ga alleen nog maar mijn nageltjes lakken voor de bruiloft. En dan ben ik volgens mij gewoon qua voeten helemaal good to go. Spannend. Goedemorgen, schatje. Goedemorgen, meisje. Oh, zo lief. Nou, ik ben weer thuis. Het is nu 10 uur. Ik ben vanochtend even naar de fysio gegaan. Want ik heb echt super veel pijn aan mijn, nou niet echt aan mijn nek, maar ik heb een soort van tinteling door mijn armen heen. Wat dan doorstroomt naar mijn pink, mijn ringvinger en mijn wijsvinger. Mijn middelvinger bedoel ik. En dan dat gevoel alsof je dus, alsof het allemaal in slaap is. Weet je dat gevoel alsof je hand slaapt? Nou, dat gevoel dus door mijn vingers, door mijn hand en door mijn armen. En dat heb ik echt al 5 weken. Dus eerst dacht ik, oh ja, misschien heb ik een tennisarm. Toen dacht ik, oh ja, misschien stroomt het bloed ook niet zo heel goed meer door mijn lijf. Het zit natuurlijk ook een beetje in de familie bij ons. Dus ik was best wel een beetje paniekerig. Toen dacht ik, nou, ik moet gewoon even naar de fysio. Maar gelukkig zag hij meteen waar het probleem is. Het zat in mijn nek en heeft hij mijn nek gekraakt. Echt doodheen aan alle kanten. Een stukje bij mijn rug gekraakt. En heeft hij hier een of ander soort van, het leek echt op een pistooltje. Hij duwde dat pistooltje zo in mijn nek. Ik heb hier nog, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar hier. Hier duwde hij hem in. En op dat moment gebeurde er echt dit. Kum, 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 kum. Gewoon letterlijk dit. Stond het helemaal onder stroom. Zo heeft hij zeg maar die spier weer helemaal ontspannen. Vervolgens ging hij helemaal met mijn arm overstretchen. Toen kwam die tinteling weer helemaal terug. Dat is echt heel apart. En weet je wat ik helemaal lijp vond? Toen hij mijn nek raakte de eerste keer, zo pats, voem, kwam die hele tinteling weer terug. Alsof mijn hele arm en vingers en hand in slaap was gevallen weer. Oh, heftig. En nu ga ik even snel de hond lopen en dan gaan we daarna aan de edit, nieuwe vlog te editen. En gaan we gewoon weer eventjes het een en ander afmaken wat gedaan moet worden. En het liefst wil ik niet meer werken. Want ik wil gewoon nu 3 weken genieten van de bruiloft die eraan komt. Alleen, dat kan gewoon helaas niet, want er moet er veel gedaan worden. En
ik heb op dit moment ook gewoon niemand die me daarbij kan helpen. Dus ik moet het gewoon allemaal zelf doen. Geen keus, dus daar gaan we voor. Het is in ieder geval dag 2 van sportvasten ook. Dus ik hou daarmee ook een beetje op de hoogte. Ik heb in ieder geval net 2 stukjes fruit ontbeten. En al mijn supplementen ingenomen. Dus wat dat betreft is het oké. Vanmiddag moet ik even groenten wokken. En dat mag ik dan lunchen. Nou, we gaan nu eerst even de hond doen. En dan gaan we aan de bak. Komt ie, ja? 1, 2, ja. Hij vangt ze. 1, 2, ja. Oh. leuk. Kijk wat ik heb gekocht net bij de dierenwinkel. Zo'n kussentje. Een handschoen. Wat je dan meteen, waar je dan je hond mee kunt aaien. En dan haal je ook meteen de haartjes weg. Ik ben echt heel benieuwd hoe het werkt. Of het goed werkt. Ik denk het wel. Moet je Lola te stalken. Oeh. Hey, Piep. Ze moet. Spoort niet die kat. Ze wil water drinken. Uit het glas. Biep, doe eens even normaal. Raar dat zij daar toch echt iets mee heeft. Ja. Wat ook dan een graag. Groot glas zo graag. Pluizenbol. Pluisie. Nou, kennen jullie dit probleem? 1, 2. Je moet 10 minuten wachten. Totdat mijn bestanden op mijn harde schijf staan. En dan kan ik gaan editen. En die 10 minuten duren mij te lang. Ik wil verder. Dag 2 van het sportvasten. Wat hebben wij gegeten? Vanmiddag heb ik gegrilde groenten gehad. En wij hebben net een soepje gegeten. Wij mochten soep eten. Dus Ryan had eigen gemaakte groentesoep. Tomaat en alles en nog wat zat er doorheen. En nu mogen wij precies 50 gram. Ik mag 100. Pistachenootjes. Ryan mag 100, want die is vanmiddag overgeslagen. We voelen ons goed, het gaat goed. We hebben nog helemaal geen honger. Oh, God, het gaat dus we zijn sharp op dag 2. En schat? Ik ben zo geinig. Toch wel? Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat het nog goed ging. Zoets is voorbij. Zoets is voorbij. Ja, dat snap ik. Dan is je zagrijnige meneer was verslaafd aan de serie Suits. Mocht je van advocaten, rechtenachtige, spannende serie houden, dan moet je zeker Suits gaan kijken. Dat komt volgens mij niet meer terug, want die chick is natuurlijk vertrouwen in de koning. Ja. Dus klaar of niet? Ik kan nu niet meer als actrice nu vol. Nee. Ja. Ja. Wel heftig dat je dat allemaal opgeeft, hè? Ja. Om prinses te zijn. Ik voel het nu al af, hè. Ik ben echt vooral als een hond afgelopen. Ja? Ik voel je dan alles. Nou, goed zo. Almost wedding ready. Het is een beetje aandacht. Hè? Ja. Een beetje liefde. Hè? Ja, ik ben nog steeds aan het editen nu. En mijn mannetje wilt een beetje aandacht. Hé, hey, poepie. Hé, hey, liefje. Hi, schatje. Van wie is dit lekkere kontje? Van wie is dit lekkere kontje? Ja hoor, ja. Op de loopband. Wij gaan nu beginnen aan onze 30 minuten workout. Als je aan het sportvasten bent, moet je ook elke dag 30 minuten trainen. Maar helemaal niet hard. Het is gewoon puur conditioneel. Tot een bepaalde hartslag mag je gaan. En harder dan dat mag niet. Dus wat wij de vorige keer deden, want vorig jaar hebben wij dit ook gedaan, gingen wij op de loopband. Het is een beetje snel wandelen / zachtjes joggen. En dat een half uur. En dan zit je training er weer op. En dat doe je dus 10 dagen lang. Dus dat is wat wij gaan doen. Yes. Gisteravond hebben we het ook gedaan, maar buiten. Samen met de hond zijn we toen gaan joggen. En nu doen we het in de sportschool. Good morning. Dag 3. Woensdag. Dit is mijn ontbijt. De metabolic switch. 150 ml verse sap. Een omega 3. En een kalmagzink. Yes. Dit is de eerste dag dat we niet mogen eten. Maar wel dit mogen drinken. Good morning Vietnam. Vandaag is de Ryan takeover. We gaan vandaag met vader in law, zeg je dat dan? Sorry, mijn vader in law, dat was die vader. Good morning Vietnam. Ja. Good morning Vietnam. Schat, help even dan. Is dat father in law? It's your father in law in het Engels is het toch? Yeah. Ja. With my father in law. Heet dat father in law, schoonvader? Ja. Met mijn father in law ga ik dus vanuit die discussie laten we gewoon doen, want het is gewoon gezellig, zo zijn wij. Father in law is mijn schoonvader, die moet een pak hebben. En ik ga hem helpen. Luca moet een pak hebben. Rijs moet een pak hebben.
En ik heb wel een pak, ik ga slopen die dag. Zij hier weet van niks. Ik weet een heleboel. Dus hij weet van alles wat. Dus het is een mannendag. Het is een mannendag. Dus jullie gaan zo meteen even zien wat wij gaan aantrekken. Ik ga me eventjes fixen, mijn haartjes goed doen en een andere outfit aan. I'll be back. Zo, hier zijn we dan. Food Supply Amsterdam. Met de heren. Ja, waar? Giovanni. Hallo. Luca. En Luca ben ik dan. En Raya staat daar zijn haartjes te doen. Het probleem is hier misschien. Een klein beetje. We zijn druk bezig met, wat ik zei, de herenplak. Nee. We kunnen wel in de fascijn. En we zitten nu bij de eerste winkel om te kijken of we daar wat tussen vinden. En Luca gaat oppassen. En vader van Laura ook. Dus we houden jullie op de hoogte. Spannend. Kan je proberen? Nee, ik niet. Mijn pak is already made. Maar daar ga je nog steeds meer over te horen krijgen. Oh ja, Luca Rijs krijgt ook een jurkje. Een jurkje toch? Nee. Wordt niet. Dat kostuum, ik weet geen pas. Kostuum, sorry. Maar ik heb niet zo lijst mensen. Ik heb er niet zoveel willen. Een beetje van mij lenen? Ja, graag. Heb ik hele mijn leven willen hebben. Dat mag ook wel. Het is wel mooi hoor. Chic. Ja, acht ook goed. Ja, achterste. Catwalk. Chic hè? Zeker. Ik heb hier nog iets. Ik heb weer geen. Ja, maar misschien moet het ook zijn. Ja, je baas boven baas, hè? Ja. Allee, meisjes. De meisjes. Isabella. Mijn naam is Giovanni. Giovanni Bon. Heb papa? Isabella en zo. Hè? Isabella. Ja. Gelukkig staat in het donker. Oh, hier. Ik zie al licht. Geslaagd. Ja, ik Luca. Eén shop en direct geslaagd. En ik kwam nog een beetje pak uit. Het is woensdag, maandag op de shop aan. Hey, Rockies! Hey. Ik tel bij. Altijd als ik binnenkom, dan voor 3 en 11 uur. Wat? Heb je andere dingen? Weet ik veel, ik weet het niet. Je hebt net andere nummer te doen. Weet het niet meer. Hier. Oh, je bent dat filmen nu? Yes. Waarom? Omdat je gewoon dat je gewoon altijd speciaal bent, dan weten mensen ook wie je echt bent. Hoezo? Hoe heet dat nummer nou van John Legend? Weet ik niet. Hoe is het gegaan? John Legend? Eén klap, klak. Echt? Je hebt gewoon je pak? Alles. Mooi pak? Alles. Ja? Ik ken Luke, we zitten zo. Ja, echt waar, Luke? Nee, je zei een ander nummer en toen zei je als dat... Dat is hoor. Volgens mij niet, oké. Jullie hebben hetzelfde pak, mannen? Ja. Oh my god, zijn jullie sexy in de spiegel? Toen je het aan had, dacht je toen, yeah. Ja. Echt? Ja. Oh. Alleen ik heb een minder billen als Luke. Minder billen dan Luke, minder ja. Minder billen als Luke ook. Dat ben ik jaloers op. Maar groter ben ik best zelf. Dat ben ik ook trots op. Wat goed, pap. En Raya's heeft ook een mooi pak. Nee. Nee. Oh, dat moet nog. Morgen. Morgen. Luke. Ja. Hoe is het? Kom jou. Goed. Weer opfokken in je vlog of zo, dat is al een zo. Nee, ik doe gewoon lief. Die blik van jou, genoeg. Het is niet zomaar. Er zit iets achter. Nee of nee? Ja, ja. Pap, hoe was het op stap met mijn mannen? Ja, leuk. Leuk, toch? Beter met mannen op stap. Even een mannendag. Ja, het was ook wel leuk geweest. Achteraf heb ik gedacht, mama moet bij voor een advies. Maar ja, hoeft niet, hè? Ja, we waren genoeg. Tuurlijk, genoeg advies. Ja. Leuk, pap. Het is... om precies te zijn. 23 uur. Fred en ik zijn bezig met verschillende haarkoops uitproberen voor de wedding. We wilden dit natuurlijk al einde van de dag doen, maar we hadden het ontzettend druk met de webshop en een aantal deadlines waardoor we er niet aan toe kwamen. Toen, om 7 uur, heb ik iets heel leuks gedaan. Ook voor de bruiloft, maar dat mogen jullie niet weten. Ga je zo leuk vinden. Ga je natuurlijk ook allemaal zien op onze trouwvideo. Maar goed, hebben we dus daar eventjes, ik denk 3 uur lang zijn we daarmee bezig geweest, Ryan en ik. Oh ja. Ja, ja. Toen was de hond wandelen. En toen was het 11 uur. Het was weer Fred-tijd. Het was weer Fred-tijd. Oh, wat een stress nu, hè. Bij de wedding. Dan komt het allemaal zo dichtbij. We moeten nog best wel wat dingetjes doen. Dus dat zijn we aan het doen. Maar nou, zo leuk, we zijn er eindelijk mee bezig. Ja, dus dat is echt super leuk. Ja. Fred heeft trouwens ook even mijn wenkbrauw gehad.
gewaxt. Gewarst, geharst of gewaxt. Vandaar dat ze heel strak zijn en geverfd. Dus dan zijn ze even weer echt even heel aanwezig na 2 wasbeurten. Douchebeurt is dat wat minder natuurlijk. Is de kwestie van een heel klein beetje bijtekenen en ben je gewoon klaar. Bovengreden is wel heel hoog. Ja, klopt. Ja, het is verf. Wat verf? Ja, dat deze zie, is een beetje zie bij die kant zo. Die is gewoon sneller wat vervaagd door het poetsen. Deze is gewoon meer in een punt. En die is wat ingevallener. Ja. Maar... dat soort dingetjes dus. We zijn allemaal een beetje aan het kijken. Wat gaan we doen? Hoeveel dagen van tevoren moeten we waksen? Hey, hoeveel dagen van tevoren moeten we verven om het mooiste? Het knippen is wel fijn, het feit, toch? Ik heb het nu in ieder geval goed bijgeknipt ook. Ja, ik denk liever het met gel gewoon vastzetten. Dan dat je het korter gaat doen ja, nog. Zeker. Nou, dan hebben jullie even een idee. What's up? We gaan weer verder. Dit is niet een koep hoor. Niet dat je denkt, wat de fuck is dit? We zijn bezig. You. Oh, woensdag. Woensdag, einde vlog. Oh. Dus jullie zien mij zondag weer in een nieuwe vlog. Goed dat je er even aan denkt, hey. Volgens mij een beetje een suffe maandag, dinsdag, woensdag voor jullie. Maar puur en alleen omdat er veel, veel geregeld voor de bruiloft en andere dingetjes. Dus vandaar dat de vlog misschien niet zo heel spannend en boeiend en fantastisch geweldig was. Maar we hebben het wel weer met veel liefde voor jullie gefilmd. Ik hoop dat dat natuurlijk blijft overkomen bij jullie. En Fred vindt het stiekem ook altijd wel leuk hoor, om in beeld te komen. Heel stiekem. Stiekem vind ik het echt heel erg leuk. En die bruine kleur van vakantie is gewoon weg. Jammer hè. Ik snap er niks van. Of was het vandaag wel echt bloedgodganzijd? Oh ja, wij zitten binnen de hele dag. Ik ga denk ik wel morgen even naar de zonnebank. 10 minuten. Ik wil dat kleurtje van Creta vasthouden tot aan mijn bruiloft. Dat is mijn doel. Ja. Want dan is mijn jurk het mooist. Dus ik ga dat morgen doen. Zonnebank. Oké. Nou. Hoi guys. Dag. Dag.